Jee. 3, 2, 1. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Sunshine in de Super Mario Generations serie van mij en Sander van Gaming SB. Ja. 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 Kunnen we beginnen? Ja, oh ja, zeker. Wacht, ik ben bijna vals aan het spelen, joh. We starten nu. Excuses, okay. Ik was bijna vals aan het spelen. Bijna? Die hele timer gewoon helemaal vergeten. Ja, hier. En alvast en zieke progressie gemaakt, deze guy. Zeker. En maar raar vinden dat ik altijd altijd minder sterren heb, hè? Ik zal jou 1 seconde minder straftijd geven, ja. Alsof dat uitmaakt. Nee. Ja, dat dacht ik dus ook. Oké. Met magie en poeder. Ja, maar ik heb hem nu alweer zo vaak van je moeten gebruiken. Oh, dat is niet waar. Je moet hij niets. Is weer op. Maar jij vraagt ja, hij is van, alweer op. Wat moet ik doen? En dan zeg ik, nou, dat is jouw... Dat is de optie die je hebt. Ja, maar ik heb hem nu al zo vaak gebruikt weer. Dat hij alweer op is. Waarom is deze squid zoveel OP'er dan de eerste squid? Jij bent bij dezelfde als ik. Ja. Waarom zit ik ook altijd met hetzelfde probleem? Ik voel me echt een loser, man. Hoezo? Ik zit opnieuw met het probleem... Hoe kom ik daar? Nee, ik denk wel dat... Hoe raakt hij mij dan? Dat kan toch niet? Dan kan ik hem toch nooit niet raken, zeg maar. Goed, ik ben een beetje salty, dan weet je dat. Want ik zat vorige aflevering ook al bij dit kut level. Ja, dat is niet leuk. En deze squid is gewoon zoveel... Nou, pak dan gewoon die kudding van hem. Wat is dat? Tentakel. Daar maakt ze series van, hè? Ja? Nee. Snapt hij mijn grap niet? Ik denk wel dat ik iets kan... Kun je niet op die balk? Wat een bullshit, man. Wat een bullshit. Ja, boor. Kaboom. Vuile, vieze, vuile, vieze, vuile inktvis. Je hebt hem? Tentakel. Ik heb hem, ja. Kan ik niet zijn. Ik moet ook zeggen, hij is echt een stuk moeilijker dan de normale. Oh nee, zover ben ik ook nog niet hoor. Oh ja, jij hebt weer datzelfde extra probleem wat ik niet heb. Ik heb die raket unlocked, dus ik pak gewoon daar beneden die raket, schiet ik naar boven en dan doe ik hem, zeg maar. Ja, waar is die raket dan? Want dan kan ik hem... had ik hem beter gewoon vorige aflevering even gauw kunnen pakken. Misschien, ja. Ik wist niet dat je hem nog nodig had. Nou, je hebt hem niet per se nodig. Je kan ook helemaal aan de linkerkant op die fruitkokers gaan staan, zeg maar. En dan met een spinjump en je jetpack kan je er ook komen. Wel? Ja. Dus net kwam ik daar niet. Nou, je hebt daar zo bij die fruitdingen, heb je zo'n wiel. En als je daarop springt, zeg maar, die geeft je een soort trampoline boost. Wat moet ik bij deze guy doen? Ja, oké. Okay. Nee, hij gaat wel op de oude manier. Nee, Mario, even. Oké, Sander, ik ben bij de rode coins. Rip. Ik zal eerlijk met je zijn. Niet mijn favoriete level. Wat een naaierij. Ik wist niet dat hij ook kon schieten tijdens... Of kon slaan tijdens het... Auw. Ja, deze is echt lastig, hoor. Tijdens dat je aan het pushen bent.
kut. Oh, ik ga zo hard dood, joh. Kut. Snap je nu mijn struggles? Ja, en hard ook. Oh, ik ging nu dood door een invisible wall. Nice. Daar hou ik altijd van. Oh. Daar hou ik altijd van, invisible walls. Nee, gaat hij weer sliden in plaats van poelen? Grabben. Kut, dit kan niet meteen aan. Oh. Rode coins in die water. Oh, ik had... snuit. Heel ziek. Oké. Ah, kutzooi, nee, ik ben dood. Ja, dat dood. Gebeurde mij dus ook de eerste keer in de vorige aflevering. Ja, maar ik wou dat niet hebben. Oh. Want ik loop wel achter. Oh, wat kut dit. Ik haat deze guy. En ik moet ook nog de red coins. En daar ben ik ook sowieso slechter in dan jij. Nou, ik zit nu met het probleem dat ik één rode coin mis en niet weet waar die is. Oh, dat is niet handig. Oh, game over. Nice. Jij bent een real game over? Ja, dat is al de tweede, want in de eerste aflevering was het volgens mij ook een keer game over. De eerste aflevering was echt mijn slechtste aflevering tot nu toe. Dat ging echt maar dat was mijn beste, ja. Mijn gevoel. Ja, want toen stond je ook voor. Echt? Ja, stond de eerste aflevering voor. Toen zeiden we nog van, volgens mij is het de eerste keer dat je ooit voor hebt gestaan. Toen zei jij van, nee, bij 64 volgens mij ook in het begin. Ja. Yo, blooper, kun je eventjes... niet zo kut zijn? Oh, wacht. Kan je hier gewoon blijven staan? Oh, dat is wel heel ziek. Dat wist ik niet eens. Ik voel me wel een cheater right now. Jump to dodge those things. Ja, hé, hey, gozer. Ik... Wat denk je dat ik probeer? Oh, de besturing van die inktvis is niet ideaal, moet ik zeggen. En ik ben nu ook echt al ziek veel HP kwijt door niks. Mm-hmm. Echt waar. Ik ben op een gegeven moment tussendoor coins gaan halen. Oh, mis, godverdomme. Waar? Oh, wacht, nee, laat maar. Dat vind ik. Ik ga direct even coins halen. Aan de andere kant, dit is nu de makkelijke. Ik sprong over een coin heen, wauw. Oh, nog een keer. Nice, ik hou van dit spel, man. Mooi. I do hou van dit spel, maar... Dit level hey, you doing, hou van dit spel. Okay. Wel even goed Engels praten, gast. Je weet hoe boos ik kan worden als je niet goed in Engels praat. Zoals ze dat zeggen in het Engels. Ja, zo zeggen ze dat wel, ja. Oké, okay, één tentakel is er vanaf. Nog Hentai drie te gaan. Oh, kut, ik heb de verkeerde. Ja, dat doen ze. Zei jij nou wat ik denk dat je zei? Ik dacht dat jij een PG channel was. Sinds wanneer is mijn channel PG? Nou, aangezien jij ook nog met Justin ooit samen deed. Daarom. Het was ook sarcasme. Ik weet niet of je dat toevallig door had. Dat had ik toevallig wel door.
Ja, nee, okay. Toevallig, I do be having a door. You do be having a door. That is so cooling right now. I do think that's really cooling. I am very cooling. Okay, grab. Grab. And grab. Boil. Okay, grab. 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 Oh, als je het agressief zegt, dan werkt het. Dus zo werkt het. You je moet agressief zijn. Oké, okay, ik denk dat ik zo ook coins moet gaan halen, man. Oh, kut. Ja, dat wist ik. Kut, ik ging dood terwijl ik de ster moest pakken. Wauw. Verder is het leuk spel. Kom dan, beest. Ben je? Nee, jij bent toch ook geen beest? Ik ben echt wel een beest. Je bent zo'n cutie guy. Ik ben een beest. Ook een cutie. Dan moet ik al die kut coins weer opnieuw halen. Godverdomme, wat een kutspel. Maar verder was ik wel PG, of niet zo? Ja. jij juist. Ik denk dat jij meer PG bent dan ik. Ja? Ik ben gewoon niet zo van het bespreken van controversiële onderwerpen, maar verder PG. Ja, en ik vind dat juist mooi. Ja, dan weet ik dat jij dat mooi vindt. Hoezo? Oh ja, ik volg je op Twitter. Vond je dat echt? Over wat? Die mega's? Oh, vond nee, je dat controversieel? Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Oh. Ik bedoel meer van, jij hebt wel vaker over controversiële dingen op je Twitter, toch? Of verzin ik dat nou? Ja, nee, dat klopt wel. Dat klopt wel. Oh, dit gaat helemaal fout. Ik hou wel van de beste versie is controversie, zeggen sommige mensen wel eens. Ben ik het mee eens? Camera, wat doe je? Oh, dat is mis. Kom op, sla gewoon met die... Kan ik hem ook zelf grabben? Nee, hè? Hij moet per se slaan voordat ik hem mag grabben. Oh, kut Mario. Echt, jongen. Krijg toch echt de vinketering. Dat zal hij vast niet leuk vinden. Nee, dat is ook de bedoeling. Om te krijgen. But I do be having a star. Oké, okay, please. Heb je hem? Ja. Ik heb deze nu ook. De blooper. Nice. Jij hebt er korter over gedaan dan ik. Denk je? Ja, weet ik zeker, want vorige aflevering hebben we ook nog over gedaan. Oh. Shadow Mario Revisited. Je hebt gewoon straks al 3 dingen klaar en dan zit ik nog bij geen. Nee, 1. Maar. Och, ik heb hem nou al zo vaak geraakt, dat is echt niet gezond. Ja, maar ik moet nu ook nog eens die red coins doen. Oh, ik ga het maar leven. Dat snap ik wel. Ja. Ik ook. Red coins on the water. Wat jij trouwens zei over die mega's, hè? Daar ben ik het echt 100% mee eens. Dus toch? Ja, dat is toch ook... De enige uitzonderingen op dat ding zijn Metagross en Sableye. Nou, er zijn wel meerdere vette mega's, maar hoe heet het? Het probleem ja, is dat er ook... Ja, er zijn wel meerdere vette, alleen ik vind ze dan niet vetter dan de Final Evolution. Dan de originele zijn. Of de original, ja. Oh, mijn water is op. Nee, ik mis er één. Auw. Wat doe je en als je, ja, maar als je er een mist, dan ga je ook dood zeker, of ga nee, je... Nee, je moet gewoon verder...
Ik moet gewoon verder. Ja, maar je hebt toch een tijdklok die afloopt? Ja, maar die tijd, daar heb ik nog nooit moeite mee gehad met die tijd. Het is altijd dat ik dan of ergens tegenaan kom, zeg, voor eigenlijk dat, dat ik ergens tegenaan kom. Dat is eigenlijk altijd wat er gebeurt. Oké, okay, ik heb er nu 5 waarvan ik weet waar die liggen. En ik heb er nu ook 5. Nu de rest nog. Ik weet ook niet waar. Oh, daar. Oh, die is kut. Nee, kut. Ja. Die, ik zei toch dat die kut was. Ja, die zesde is kut. Nou, die zesde, het is misschien niet voor iedereen de zesde, maar ik weet ook niet of jij hem als zesde had gedaan. Maar die ene in de lucht bij die gele boot. Oh, die. Ja, die is meestal wel als zesde, ja. Nou. Rico Harbor. Oh, Rico Harbor. Rico Harbor. Rico Harbor. Nee, wacht, dat is Mario 64 liedje, Sander. Hoe durf je? Shit, hij is het door. Abort mission, boys. Abort mission. Oké, ik heb nu 3 werelden gecomplete. Oh, dat is echt goed, man. Een cutscene met Mario en Bowser Jr. Tenminste, je weet nog niet dat het Bowser Jr. is. Maar... Oh, spoiler? What the fuck, gast? You spoiling the gaming? Yes. I'm spoiling the gaming. Ja, ik heb 6. Oké. Okay. Oh, shit. Die heb ik gemist. Nou ja, maakt in principe niet uit. Oh, en je hebt ook nog die 2 tussen die boten. Ja, die 2 tussen die boten en eentje onder zo'n platform. Ja, die onder de platform, die is wel te doen. Zegt Sander, terwijl die hem niet klaar krijgt. Jawel, jawel, jawel. Kaboom! Oh, dit ging eigenlijk nog best wel goed. Oké, nu moet ik zorgen. Oh, die camera ging me echt heel erg raar lopen naaien. Hoe ga ik hier vanaf? Met magische poeder. Nee, nu zit ik op een andere. Dit wil ik niet. Straks ga ik door. Nee, ja, what the fuck? Dat gebeurde hoe dus ga van mij je ook. Van die fucking bloopers af? Niet, je kan niet van de bloopers af. Je moet met de blooper op de platform springen. Kut. Oh nee, straks ben ik game over. Ik ging dus dood omdat ik tegen de platform aanvaarde met mijn looper. Ja. Ik kwam er niet op. En toen dacht ik, hè, hoe kom ik er nou af? Want ik zat zo, zeg maar, dat het wel leek alsof ik er tegenaan zat. Dus ik dacht, huh? Oh. Maar ja, het was gewoon kut. Het was gewoon kut. Mecha Bowser. Mecha Bowser. Kut, ik heb er 1 gemist. Nou ja, dat is het niet anders. Zo'n machine kapot schieten. Wacht, ben jij dan bij dat pretpark? Of? Ja, Pina Park. Ja, die is wel leuk. Ik ga niet zeggen dat ik het makkelijk vond, maar die is wel leuk. Nee, kut. Oh, ik ben dood. Ik ben game over dood. Dat is pittig kut. Jij hebt nu echt alle tijd om in te halen. In te halen? Of om verder... Uit te lopen. Uit te lopen, ja. Want hier ga ik echt nog wel even mee bezig zijn. Ik vond het al zo knap dat ik hem in de tweede keer gewoon had. En toen... ging dood. Precies. Bij het pakken van de shrine.
En toen haatte ik mijn leven. Nou ja, dat deed ik daarvoor ook al. Omdat ik dit level kut vind. Maar... what the fuck? Good luck. Oké, okay, dankjewel. Dank je. Maar misschien hadden ze minder kut kunnen maken. Dan had ik minder good luck nodig gehad. Oké. Okay. Oh, ik heb hem nou 3 keer geraakt. Dat is niet genoeg. Is dit, wat is dit voor een cheat? Normaal is 3 keer altijd genoeg voor Mario. Bowser Jr. cheat, confirm. Ik denk het, ja. Oké, je moet vooral gewoon de coins volgen. Oké. Nee. Die tussen die boten, die moet ik dus nu nog. Oh, dit is nu echt heel kut. Ik heb hem gewonnen. Nog 4 minuten, Sander. Ah, shit, ik miste hem. Mario. Nee, kut. Nee. De camera bukt hem vies hard ineens. Ja, dat had ik ook. Ja. En daardoor gaat hij ook andere controls van sturen gebruiken? Mm-hmm. Oké, okay, dankjewel. Ook niet even uitleggen. Sorry voor de salt, maar... ik ben wel salty, dus in dat opzicht... Ik snap ja, ik wel weet wel. Waar die red coins liggen. Dat hoef je me niet elke keer te laten zien, gast. Oh, ja. Schiet nou op, ik wil nog een volgend level doen. Ik hoef die cutscene niet. Jawel, dat hoef jij wel. Dat bepaal ik voor jou. Je kan de cutscene jongen, niet stoppen. Pak gewoon een blooper, Mario. We hebben niet alle tijd van de wereld. Maar 2 minuten. Nou is 2 minuten in principe best wel veel. Voor dit, maar alsnog. Nou, wat gauw zeg dit. Nu kan ik zeker niet nog een level doen zo, omdat ik deze onzin heb. Oh shit. Oké, ik moet. Kan dat? Ja, oké. Ik heb in ieder geval... ja? Team Rocket. Ben jij al zo ver in de game? What the fuck? Dat wist ik niet, jong. Ik wist niet eens dat ze erin zaten. Jij hebt hem al 100% completion als bonus. Jij als jij level 1 van Peanut Park speelt, dan zie je dat ze erin zitten. Hoeveel hebben we nog? Volgens mij nog 2 minuten. Ja, nog 2 minuten. Oh, dat gaat me wel lukken. Ja, mij denk ik ook nog wel om 1 leveltje nog in te gaan. Ik heb namelijk die red coins. De red coining, sorry. Wel goed Engels. Die heb ik gehad. Shadow Mario Revisited. Wat gezellig. Oké, ik kan nog 1 leveltje extra doen. Gelukkig. Waar staat hij? Oh, daar staat hij. Ah, jawel hoor. Ik vond het eigenlijk verrassend goed werken. Nee, dat gaan we niet proberen te risken. Nee. Gewoon.
Zo. Monty Mol is gone, zo. Het is niet Yo, echt meer. Ik hoorde gewoon dat je coins kreeg. Ja. Oké, zo'n leveltje. Nice. Tijd is op, Sander. Oh. Are you doing zo'n leveltje right now? Ja. Dat wel. Then you having geluk. Hoezo ik raak hem toch? Dan ga je menen dat hij gebukt zit. Waarom raak ik hem niet volgens dit spel? Wat een bullshit. Ja, dat level heeft ook echt bugs of zo, hoor. Hierna. Ik haat dit. Oh, hij is neer. Waarschijnlijk liet hij alleen dat rode spul niet zien. Waardoor ik dacht dat hij niet werkte. Ik dacht even, hij wil ook nog eens niet de shrine pakken. Maar shine, sprite. Ik heb 15. Ben jij al klaar met je leveltje? Nee, ik ben nog druk in mijn leveltje zelfs. Dat ik echt moet opletten. Oké, ik ben nu klaar met mijn level. Delfino Plaza. Ik heb 24. Ai. Dan heb je ingelopen. Of Ja, uitgelopen. Uitgelopen, ja. Yeah. Helemaal toppie floppie. Ik zou zeggen, iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Ga dan zeker naar zijn kanaal, die staat in de beschrijving. Sander, heb jij nog iets te zeggen om deze aflevering af te sluiten? Kaboom! Kaboom, dat wou ik zeggen. Adios, amigos.